Welkom bij een nieuwe video van de Tekenmeisjes. Dit is Lily. En ik ben Kirsten. En wij houden van tekenen. Maar ook van knutselen. Dus wij gaan vandaag knutselen met rietjes. We hebben, en we gaan een panfluitketting maken. Tekenmeisjes. Tekenmeisjes. Wat heb je nodig? Tape. Rietjes. Wol. Wol. Scharen. Scharen. De tekenmeisjes. We gaan beginnen. Eigenlijk zijn dit rietjes, hè? Dat weten we wel. 15 rietjes heb je dus eigenlijk nodig, hè? Maar twee hou je even apart. Twee doen we apart houden. Omdat die hebben we nodig. Die doen we straks. Nou, we gaan een panfluit maken. Dat kan natuurlijk heel makkelijk. Maar je doet je rietjes eerst even zo. Oké, we hebben dus 13 rietjes. En dan? 5. En dan moeten we de onderkant met dat ding moeten we afknippen. Dus. Hoe gaan we dat doen? Dat lukt mij niet zo. Ik doe gewoon dit. Ik ook. Dus deze kan ik. Alles moet gelijk eigenlijk geknipt worden. Waarom doen we eigenlijk niet precies gelijk, hè? Nee, want straks gaan we toch nog zo schuin knippen. Oh. Nou, alles vliegt overal heen. En nu die? Precies gelijk. Met dat natuurlijk. Doe jij groepje per groepje. Handig. Hoppa. Zo. Zo, ik ga ook even knippen. Hoppa. Met een paar en de rest. Hoppa. Zo. En leg het dus allemaal netjes neer. Netjes neerleggen. Kan je een rietje gebruiken om het echt recht te laten. En dan pak je de tape. Welke wil jij? Ik neem deze. Dus denk ik ook wel. Nee, niet deze. Oh, bij hetzelfde. Tekenmeisjes. Tekenmeisjes. Zo. En dan doe je die aan de onderkant, zeg maar, waar ze allemaal recht liggen. Gaan we plakken. Maar wel maar nog een centimetertje of zo. Maar. Zijn. Ja. Oké. Okay. Zit. Zo. Vast. Zo. Krijg jij zo sterk. Ik ga plakken. Dan keer je het voorzichtig om. Plak je daar weer verder. Een paar keer zo er overheen. Weet je zeker dat het goed gaat plakken. En dat gaan we nu even doen. Ik heb nu volgens mij 3 keer eroverheen gedaan. Hier is nog een tweede keer. Dus hierna nog 1 keer. Knip het af. Nou zit het aan elkaar. Bij mij nog niet. Nou, je hoort nog helemaal niks. Ik ben benieuwd of dit wel echt geluid gaat maken, hoor. Ik ook. De tekenmeisjes. En nu een panfluit. Is gewoon, we knippen gewoon zomaar wat af? Nee. Of wat moeten we nou knippen dan? Zo schuin. Oh, oké, schuin. Telkens een klein stukje meer. Ja. 1, 2. Ik ben benieuwd. Ik kan altijd meer eraf knippen. Oké. 2. 3. Snel kan jij.
Ik heb er nu een paar over. Ik heb het nog niet helemaal goed. Ik ga die kortjes nog wat korter knippen. Ja, dat is denk ik wel handig. Kijk, bij mij is die ook nog best dichtbij. Even kijken. Ja, nou weet je wel. Verschil. Zo, ik heb hem ook. Ja, mooi. Nou, dan hebben we onze eerste stap, de panfluit. Maar... het wordt een panfluitketting. Ketting inderdaad. Stekenmuisjes, 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 stekenmuisjes. Maar hoe maken wij een ketting? Nou, daar heb je dus wol voor nodig. En we gaan eerst de haren maken. Dat doe je eigenlijk door... heel vaak eerst om je vingers heen te maken. Ik kan vader Jacob spelen. Wil je horen? Wacht, heb ik zo. Nou, muzikaal talentje hier. Van vader Jacob op die panfluit. Woehoe! Weet je hoe je het doet? Gewoon vader Jacob, vader Jacob. Slaapt hij nog, alle klokken luiden, bim bam bom. Bim, bam, bom. Leuk. Net als voor mijn piano. Doet ze gewoon even voor. Maar we gaan verder met de ketting. Ik heb voor het haar eigenlijk, want we gaan een lekkere Indiaan-achtige panfluitketting ervan maken. Ga je haar maken? Ik ga roze haar maken, denk ik. Ik heb wit. Ik heb dus het wit een paar keer om mijn vingers heen gedaan. Ja! En dan ga ik het bovenste stukje, ga ik daar... even een knoopje leggen met roze. Ik doe het ook even om hoeveel vingers had jij, want die komt ongeveer. Dat kan zo een beetje uit elkaar. Zo. En dan als je dat hebt gedaan, dan kan je het haar hier aan de onderkant doorknippen. Dan heb je echt zo'n dingetje. Zo. Nog eentje? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. En dan wikkel ik het nog een beetje om het roze heen. Nou kan je dus van de rietjes die je hebt bewaard, en je hebt dit zo over. Kan je dus moet je een stukje afknippen? Klein stukje. Zo klein als het laatste. Als het kleinste panfluitgedeeltetje. Dus zo, of misschien nog wat kleiner eigenlijk. Kleiner is nog beter. Zo. Zo, zo klein. Zo klein. Doen we een touwtje doorheen. Kijk dan bij mij. Ja, oh, dat ziet er mooi uit. Dat een beetje. Nou, en deze maak je twee keer. Dus heb je er eentje gedaan, dan doe je ook nog de andere. Stekenmuisjes, 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 stekenmuisjes! Twee van die geinige diertjes zo. Die komen naast je panfluit. Je kan eigenlijk gewoon meerdere gekleurde rietjes eraan doen, denk ik zo.
Ik heb mijn twee haartjes al. Dit slip ik helemaal nog even af. Nou wil ik een wat langere ketting, dus ik doe nog maar even een stukje witte aanknopen. Zie je toch niet, want die rietjes gaan er overheen. Ja, dat moet een beetje een lange ketting zou worden. Dus ik denk dat dit wel goed is. Dit is wel nog een beetje te lang zelfs. Wil je ook even passen? Ja. Dat is een beetje zoiets. Zo lang moet die zijn. Ja. Doe al die rietjes. Al die stukjes rietjes eraan. Totdat we één gezellig lang leuk rietjesketting hebben. Zo, en dan knoop ik deze aan elkaar. Maar straks moet je echt de paardkluif nog gedaan. Onze panfluitketting is wel een beetje klaar. Maar nu nog de panfluit. De panfluit aan. Tada. Oh, tada. De panfluit doe je gewoon ergens waar je eigenlijk zelf wil. Tussen. Ik doe het ongeveer zo. Zoiets. Ik doe het zoiets. Ja, ik heb het ongeveer. En ik doe dat al. Het aanzetje vastmaken. We plakken het gewoon vast. Aan de ene. Het is wel goed, hè? Moet ik straks dan jou helpen? Kijk dan, Kirsten, dit zit helemaal zo. Nou, wacht. Ik doe deze hier en die groene. Stukje nodig. Stukje hier. Oh. Het is misschien handig als je het gewoon zacht. Plak hem over die groene heen. En dan plak ik het aan de rest. Zo. Zo, lekker tegen elkaar aan. Ja hoor. Tada. Naar de andere kant nog. Hier over elkaar komen. Ja, zo leuk. Tada! Nou, hij is echt mooi. Kijk hoe leuk. Ik ben er blij van. Nou, dan zullen we even een stukje gaan spelen dan? Welk nummer gaan we doen? Zullen we gewoon dat ene muziekje doen? Steken, meisje, steken, meisje, steken, meisje.